Muziek. Goed. Goed. Tot zekere hoogte. O, zo. Tot op zekere hoogte. Welke hoogte? 2 meter, 4 meter? Nou, dat krijg je wel zo meteen te horen. Moet je een pilsie? Ik kom net bij de kroeg vandaan. Ik heb een 7 op. Meen je niet? Moet je een bakje koffie dan? Nee, ik ga richting huis, want ik heb nog meer. Dat is die kant op? Ja, nee, ik moet even zo controle van die paaltjes. Hè. Oh, oké. Okay. Het werk gaat voor. Het werk gaat voor het meisje. Hé, hey, kereltje. Sylvester. Ben je zo mooi, hè? Mooi poesekindje. Ja, heel mooi poesekindje ben jij. Echt wel. Hé? Ja, en zoals jullie zien. Aan het tuintafeltje, tuinstoeltjes en de tuin, etc. Zitten we dus bij Marianne. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag dinsdag de 18e van de 7e 2023. En we leven om 12:23. Ja, hey, allebei 23, ook leuk. Zometeen komt Erwin, maar ik ga eerst even snel met de meisjes lekker lopen. En dan zullen we het wel weer beleven. Ook is het Juttersmarkt. En gisteravond, nou jullie weten, het had ik Mario gezellig op visite. En we hebben een afspraak lopen dat ze moest naar de tandarts. En als ze daar vandaan kwam, zou ze mij eventjes bellen op mijn mobiel en dan zouden wij elkaar treffen en dan zouden we ergens anders naartoe. Dus daar neem ik jullie gezellig ook in mee. Ja. En er zijn ook mensen die vinden het niet leuk als ik de waarheid vertel in een vlog van mij. Nou ja, het is wat ik meemaak, weet je. En wat ik meemaak, dat deel ik met jullie. En ook al is dat de waarheid over iemand, of wie dan ook, maakt het even niet uit over wie het gaat, maar gewoon in het algemeen, dan vertel ik dat gewoon tegen jullie. Om dat gewoon met jullie te delen, hoe ik erover denk en wat het mij doet, aan mijn hart of wat dan ook, weet je. Maar dat schijnt allemaal niet te mogen. Nou ja, maar diegene, die doet het zelf ook, dus ja. En ook degene die ze erin meesleept, die ook allemaal op mijn kanaal dan een grote waffel erover hebben. Ze kunnen mij niet, tenminste hun of jullie kunnen mij niet. En hun, jullie, kunnen de andere persoon ook niet. Dus leer ons dan eerst in het echt kennen, voordat je erover mee kunt praten. Hoe, wat, waar, wie. Weet ik van wat. Maar ja, geldt voor iedereen. Je kent ons niet, dus houd je waffel er dan buiten. Je mag rustig reacties geven, maar niet op die manier. Nee, dat is te laag voor woorden, hè. Maar oké, we houden het vandaag gewoon gezellig en leuk. Ik heb de zonnescherm naar beneden, maar ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is bewolkt, het is zonnig, het is alles tegelijk, dus ja. Moet ik hem dan omhoog houden of kijk hem om laag houden, ja, weet je. Maar in ieder geval, ik weet dus niet. Sleutels heb ik nodig. Telefoon, mijn loophep heb ik nodig. Zo ook klaar. Dus ja, we gaan gewoon er even vandoor en we zien wel wat het gaat worden vandaag. Ja, toch? Ik zou zeggen, geniet gewoon van alles en geniet ook een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga me klaarmaken om de stad in te gaan. Ik heb de politie al aan de telefoon gehad. Daar moet ik andere week dinsdag heen. Ik heb Erwin al geappt om dat te melden. Anders komt hij aan de gesloten deur. En ik heb hem gevraagd, kun je niet eerder komen? Want dan kunnen we samen even heen. Mijn auto gaat sneller. Ja, ken je dat? Ja. Antwoord zie ik zo wel. En wij gaan er lekker even van genieten. En ik zou zeggen, geniet gewoon een beetje mee. Ja, gewoon doen. Ja, jullie zien het allemaal weer, waar ik zit. Ja,
Dat is bij Eetsalon de snackcounter. Ja, lekker wijntje. En er komt ook zometeen nog een frikandel speciaal aan. En daar komt onze Dick Bressa, mijn maatje. Dag Dick! Hey schattige van me. Horen jullie dat vrienden? Ben je aan het filmen? Ja, tuurlijk. Weet je toch. Weet je toch man. Hoe is ie? Goed. Goed. Tot zekere hoogte. Hou zo. Tot op zekere hoogte. Welke hoogte? 2 meter, 4 meter? Nou, dat kun je wel zometeen te horen. Moet je een pilsie? Ik kom net bij de kroeg vandaan. Ik heb er 7 op. Meen je niet? Moet je een bakje koffie dan? Nee, ik ga richting huis, want ik heb nog meer. Dat is die kant op? Ja, nee, ik moet even zo controle voor die paaltjes. Oh, oké. Werk gaat voor. Ja, werk gaat voor het meisje. Dus ik moet jou weer in de steek laten. Ach, God. Oké. Hou je tijd, hè? Staat dat erop? Kennelijk wel. Nog een keer. Jongens, is voor mij hoor. Afblijven. Ik moet vooruit. Ja, hey, doei. Doei, doei. Ja, dat was... dat was onze Dick Bres. Ja. En... een lieve man. Ik ken hem al jaren. En dat is gewoon geweldig. Ja. En wat hebben we nog? Bakken? Weet ik wel. Ja. Wij zien jou wel gaan niet op, dat is in Holland. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen lezen, terwijl het heen en weer wappert. Maar dat zal haast wel. Ja. En we gaan straks nog even een rondje doen. Ik denk dat ik naar Marianne zo meteen toe ga als ik het allemaal op heb. Kijk, een wesp. En ik ben bang van wespen. Vind ik niet fijn. Nee. Maar oké. Ik ga genieten van mijn wijntje en zometeen mijn frikandel speciaal. Dus tot later. Hey kereltje. Sylvester. Ben je zo mooi, hè? Mooi poesekindje. Ja, heel mooi poesekindje ben jij. Echt wel. Hé? Ja, en zoals jullie zien... aan het tuintafeltje, tuinstoeltjes en de tuin, et cetera, zitten we dus bij Marianne. Ja. Lekker. Ja. Kijk, en die lampjes heb ik ook. Ja. Tomaatjes. Ja, ze is het goed voor elkaar wat op de gaat. Ja. Ja, echt waar. Hé? Ja nou, Sylvester. Vrouwtje heeft het goed voor elkaar, hè? Ja. Zeg maar ja. Hij geniet op je stoel. Hé? Ja nou. Hij geniet zo. Ja. Ja, en Marianne is druk in de keuken bezig. Spookt er van alles en nog wat uit. Hey, bak je koffie? Lekker. Okay. Vroeg je er net ook al?
Ja, lekker bakje koffie nog en dan halen we weer naar de diertjes toe. Ja, naar mijn eigen diertjes. Ja, en hoe laat blijven we? Ja, ook alweer 6:30 geweest. Hè? En dan moeten ze er ook weer uit en dan moeten we nog eten en nog een vlog in elkaar zetten. Ja, gisteren ook niet gebeurd. Dus nog druk. Ja. Dus, lieve vrienden, geniet verder van alles en tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn dus weer thuis. Ja, dat zien jullie wel, hè? Ja. Ik ga lekker de meisjes even uitlaten. En het is alweer reeds, ja, weet ik veel. 18:12, 6:12. Ja, dus we gaan er weer even lekker met de meisjes eruit. En dan, ja, kom ik weer terug. Dan laat ik jullie het een en ander zien, want ik heb... iets nieuws gekocht, maar ook iets tweedehands gekocht. Ja. En natuurlijk een verdrietige mededeling over Big Bazaar. Ja. Of het al gaat gebeuren hier in Den Helder. Het lijkt er wel, want een heleboel vakken zijn leeg. Ook vakken nog genoeg over. Staat nog vol. Maar waarschijnlijk, ja, gaan ze hier weg. Dat doet niet alleen naar mijn verdriet, tenminste, ja, wat heet verdriet. We vinden het wel erg, want het is een winkel waar we graag komen, zoal ik. Ik heb met Janne gesproken, want jullie weten, ik ben bij Janne geweest. Die vindt het ook heel erg, want altijd een gezellige, leuke winkel. En altijd leuke mensen die jou helpen, et cetera. Dus ja, heel bizar. Ja. Maar ja, de huur, hè. Weer die verrekte rothuur. Veel te hoog. Ja, eigenlijk moeten ze weer een stapje terug. En in een kleiner winkeltje beginnen. En dat weer opbouwen. Ja, maar ja, helaas, pindakaas. Hij gaat waarschijnlijk weg. En wat er voor terugkomt, ja, Joost mag het weten. Ja, we weten het niet. Maar in ieder geval, wat ik wel weet, is dat het gaat lopen. Dus ik zeggen, tot straks maar weer. Zo, lieve vrienden, hè. Mijn hemel, ja. Zeg dat wel. De meisjes zijn uitgelaten. Ik heb de plantjes al lopen water te geven. En in die groen, ja, wat voor kleurzak is het? Groen, grijs, ik weet het niet. Ja, groen geloof ik. Waar die andere aardbeienplantjes in zitten. Zo'n brei. Daar gaat even maar liefst 2 liter water in. Voordat hij eindelijk begint te lekken, laat ik maar zeggen. En als hij begint te lekken, weet ik voor mij dat hij genoeg water heeft. Ja, dat ik dan kan stoppen. Dat heb ik gedaan, maar ik ben vanmiddag dus weg geweest, zoals jullie weten. En ik heb bij Big Bazaar weer zo'n fles gehaald. Die is zo lekker. Oh, en gaat de Big Bazaar straks weg, hè, waarschijnlijk. Oh, hij is zo erg. Ik hoop dat hij hier kan blijven. En deze. Dat geurtje. Nou, ik denk dat jullie wel weten wat het is. Nou, deze dan. Maar deze is zo lekker. Oei, oei. Ja, hallo dames. 1, 2, 3. 4,5. 85. Hé. Zo. Ging hij een zootje meeuwen hier al vlak over? Nog weer één. Waar naartoe? Wat er is? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik heb wat tweedehands kleding gekocht. Van iemand die ik heel goed ken. Die stond op de rommelmarkt. Die is echt gek hoor. Nou, dat is een ja, zalmkleurig shirtje. Met van bovenkant. Nou, die vind ik heel erg leuk. Ja, het kant. Ja, wat is het? Zeg maar tulle met een beetje bewerking erin. Ja, ik vind hem heel erg leuk. Dus ja, dat gaat. Moet ik wel even een tas zo meteen pakken. Ik leg het nou even daar, meneer. En heb ik nog een shirtje. Maar die is gewoon effen. Een blauw shirtje met korte mouwtjes. Dan heb ik eigenlijk ook iets
Want ik heb wel een donkerblauwe blouse met lange mouwen. Nou, dat zweet heel snel. Ik denk, ik wil ook, als ze dat het, want ik was al op zoek naar, maar ik kon nergens wat vinden. En dan had zij het. Nou, toppie. En dan heb ik nog een legging, maar of ik die pas is vraag 2, want je gaat niet meer op straat je eigen omkleden. Hij lijkt natuurlijk smal, zoals jullie al licht wel zien. Maar kijk, hij kan helemaal uitgerekt worden. En ook de pijpen, nou dat lijkt kort, maar ook dat kan uitgerekt worden. Nou, dat past allebei die dingen er wel bij. Zo blauw, zo dat zalmroos. Maar ik kan er ook weer een zwarte overgooien of wat dan ook erop doen. Of een zwarte lange trui. Of een zwarte lange blouse of wat dan ook. Die gaan we gewoon passen. Past die me niet. En wel dat, de breedte. Maar hij zal me te kort zijn. Dan heb ik gewoon een lekkere warme legging voor in mijn bed. Ja, nou, sokken. Splinternieuwe sokken deze. Dus wie doet je wat? Splinternieuw. En alles voor 3 euro. Nou ja. Ja, ik heb meer hoor. Ik heb ook nog wel gedragen sokken, maar het is gewassen. Ik weet hoe ze is. Dus daar ben ik wel blij om. Ze is oogstenschoon. Ook op de huid, oogstenschoon. Terwijl, ja, ze heeft dan ook hulp hoor. Nog een nieuwe. Nog een nieuwe. Hoog andersom. Nou ja, zo. Ik leg dat even op mijn schoot, want ik zit nou geloof ik een beetje verkeerd te doen. Dat is wel een nieuwe. Sowieso. Ik zit te zoeken hoor, welke ik nou moet hebben. Die. Dat is ook nieuw. Dat is zo te zien. Voilà. En mensen, die mogen ook graag die sokken oprollen. Nee, weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt dat boordje, wordt wagenwijd. En dan heb je afzakkerig weer op een gegeven moment. Ik stroop mijn vingers helemaal naar de hakken toe. En dan gaat het in één keer eromheen. En ik, hup. En dan blijven die boordjes heel mooi, keurig, netjes. En in mijn la leg ik ze dan. De ene leg ik met de hak zo neer. En de andere met de hak zo neer. Waarom? Als je het allebei zo gaat doen, krijg je op een gegeven moment een scheve toren van pizza. Deze manier niet. En dan kan je ook nog zo doen. Maar dat voegt ook weer niet, want dan krijg je ook weer. Dus ja, ik doe het meestal zo. Dan blijft het recht liggen. Hup, die kant weer op. En dan had ik nog een paar. Ga jij even zakken. Zakken. Even zien. Dat is nog één. En dat is één. En dat is, die hoort hier weer bij. Ja, en die hoort daar weer bij. Deze zijn één keer gedragen. Dat zie ik gewoon. Nou ja, en wat gedragen is geweest, kijk voor in bed, weet je. Ja, lekker van de winter, met koude voeten. Nee, een paar extra sokjes. Ja. Dus. Nou ja, dan heb je een broek. Oftewel een legging, 2 shirtjes. En 4 paar sokken voor 3 euro. Nou ja, wie doet je wat? Ik zou het ook voor 5 euro kunnen krijgen, weet je. Dan had ik er nog bij haar met haar wel, ja. Had ik het ervoor over gehad. Ja. Ja, zo simpel. Nou, dat gaat vanavond allemaal mee naar boven. In een plastic tas. Ik weet niet, maar die spoort niet. Die gaan ook mee naar boven. Ja. En die kan weer naar de booster toe. Zo. Dan moet ik andere week gaan ik wel een optocht. Gaan we weg.
Ja, helemaal geweldig. Maar dat zien we dan wel weer. Dat komt dan wel, ja. Maar oké, ik ga een hapje eten en ik moet aan die vlog beginnen. Dat ook nog. Dus ik zeg aan lieve vrienden, geniet gewoon van alles met wat jullie doen, maar geniet een beetje mee. Nou denken jullie wel weer weg, maar dat, ik ben nog niet klaar. Ik had nog wat nieuws gekocht. Ik had nog wat nieuws gekocht en dat staat achter me in de stoel. En dat is voor het logeerbed. Deze mooie, geweldige, nieuwe hoofdkussen. Ja, hij kan zelfs in de wasmachine en in de droger. Ja, 140 graden, dus helemaal geweldig. Ja, en hij is ook nog navulbaar, dus ja, wie doet je wat? Ik weet ook niet wat voor vulling erin zit, maar er zit een rits in die hoes, dus het komt helemaal goed. En ja, ook bij Big Bazaar vandaan. Dus ik ben er wel weer blij mee. Ja, dus het komt helemaal goed. En we gaan er gewoon weer voor. Ja, nou ben ik wel klaar met het boel te laten zien. Ik zou niet meer weten hoe is en wat is. Ik ga in ieder geval wat eten en televisie kijken en een vlog in elkaar zetten.